Leuk is anders geur- en smaaktest aan de gang. Ik moet straks dus ergens tijdens het plan nog even heel gauw 16 bekertjes naar achter slaan. Wat gebeurt als ik alles gewoon door elkaar mix? Wat, alles door elkaar? Wat voor smaak? Spannend. Dat is spannend. Ik denk dat ik alles, ik hou van spannend. Ik denk dat ik alles door elkaar gooi en dan zeg ik, ah, lekker. Met Berg op Zoom, want daar kreeg ik een mail vandaan van Remco Burgers, groep 26. Dat is zijn groep. En hij zei, ik ben op school bereikbaar uit Roncalli te Bergen op Zoom. En die mevrouw van het Roncalli is dus onderweg. Goedemiddag, Roncalli schoolgemeenschap. Dag, Dolf Jansen, leuk is anders. Ik was op zoek naar Remco Burgers. Ja, ik zal hem even roepen, momentje. Hartelijk dank. Remco stuurde mij een mail. Dat kan dus, leuk.is.anders@vara.nl, maar ook zonder puntjes. leuk.is.anders@vara.nl of postbus 175-1200 AD in Hilversum. Zeg wat je wil, zeg voor wie je het wil en zeg waarom je het wil. En wij gaan proberen op vrijdagmiddag dat te regelen. Ruwweg tussen 12 en 2. Wil je iemand laten proeven, geuren of smaken? Dat hebben we al gedaan, maar wil je iets anders? Dan doen we iets anders. Ik vind het best leuk om volgende week weer te proeven, te geuren, te smaken. Het is hartstikke gezellig hier. En moet je wel andere smaken meenemen. Niet weer dezelfde smaken. Er zijn echt hele gore bij. Nootmuskaat is heel vies. En heb je bergamot of zoiets. Hallo, Remco! Hij komt eraan, maar wat betekent dat in Berg op Zoom? Hij is er, hij is onderweg, hij is thuis, hij zit op de fiets. Hij kan elk moment... Ja, boven, dat is de telefoon. Ja, ik hoor hem aankomen. leuk.is.anders@vara.nl als jij iets wil. Postbus 105. Hebben ze geen idee dat het live radio is? Dit we gewoon volgende week uitzenden of zo. Hallo! Hallo! Heb jij geen idee? Ja, hij is aan de lijn, ja. Met Remco. Hé, hey, Remco Dolf. Hé. Hey. Man, ik wacht al heel lang op jou. Groep 26, hoe oud zijn jullie? Ik ben 13. Oké, Remco, daar ben ik ook geweest. Oké. Okay. Jij wil een popproject videoclip maken. Ja, dat is met onze school. Ja. Dan moeten we een clip gaan maken. Jullie hebben een cd gemaakt? Nee, die moet nog komen. Oh, eerst cd en dan de clip, toch? Eerst de clip. Ja, eerst de cd en dan de clip. En jullie maken zelf de muziek? Ja. Ja, je twijfelde. En jullie maken ook zelf de clip? Ja. En is er iemand daarbij die dat nog weer beter kan dan jullie, of doe je het helemaal zelf? Ja, onze muziekleraar helpt dan. Juist. En nou heb jij iets voor mij nodig, zeg het maar. Ik heb een tank nodig. Een? Tank. Een tank. En ik ben dan bang dat het geen benzinetank is, maar een legertank. Ja. Met zo'n loop. Ja. En waar je mee kan schieten. Ja, dat hoeft nog niet. Oh, niet? Nou, hij hoeft niet per se te schieten, maar we moeten filmen. Filmen, vanwege de clip? Ja. En dan gaan jullie zingen op de tank staan? Nee, dat niet. Ook niet. En wat voor nummer is het? Hoe klinkt het? Wat is voor muziek? Een best zielig liedje over Hey Sad Little Girl, zo heet het. Ja, Sad Little Girl, dat is heel zielig, ja. En dan, omdat we ouders zijn vermoord in de oorlog en daar hebben we dus een tank nodig. Jemig man, er zijn toch ook leuke dingen in het leven? Ja, dat komt later een clip. Oh, daarna wordt het leuk? Ja. Dan wordt het Happy Big Girl. Ja. Ja. Zoiets. En jij voor Sad Little Girl heb jij een tank nodig? Ja. En wij hebben gebeld met Defensie. Ja. Ja, die hadden tijd, want ja, er is natuurlijk niks te verdedigen momenteel. Ja. Want we zijn gewoon de allersterkste. Behalve natuurlijk in het voetballen, daar zouden we wel wat verdedigers kunnen gebruiken, maar weet je, qua land natuurlijk niet. Nee. Moet je luisteren, ik stel even de vragen die Defensie mij stelde, althans ons, want ik bel nooit. Oké. Is het commercieel? Hoe bedoelt u? Dat is een heel goed antwoord. Gaan jullie het commercieel gebruiken? Nee, het is alleen voor school eigenlijk. Oké, rijdend of stilstaand? Het liefst rijdend. Dit zijn echt vragen die wij kregen. Wordt Defensie in enige wijze negatief in beeld gebracht? Nee. Positief? Dat weet ik niet. Nou, oké, dat is een goed antwoord hoor. Dit is echt waar. Komen er kindsoldaatjes in beeld? Nee. Weet je dat zeker? Ja, er komt alleen een klein meisje in beeld wat moet zingen. Maar een klein meisje? Is een klein meisje gewoon aangekleed alles? Ja. Oké. Het zijn allemaal vragen die ik kreeg. Hey, ik moest laatst op de nacht van de lingerie mensen vragen wat voor onderbroeks aan hadden. En dat gaat allemaal goed. Wanneer wil je hem hebben? Dat weet ik niet. Ja, dan moet je zeggen wanneer je hem wil hebben. Snel, nu, morgen, kerstmis, feestdagen, zomer. Even kijken hoor. Ik denk rond eind van dit jaar of begin volgend jaar. Rond de feestdagen? Ja. Goed, het antwoord van Defensie is nee, je kan hem niet krijgen. Oh. Hartelijk dank voor je antwoorden. Toen zijn we verder gaan bellen. Gelukkig voor jou, hè? Ja. En ik heb meneer Kelder aan de lijn. Dag, meneer Kelder. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in Leuk is Anders. Wie en wat bent u? Ik ben de werkplaatschef van de Militair Historische Voertuigen van het Museum Nederlandse Cavalerie in Amersfoort. Wat gelegen is op de Bernhardkazerne. Dat lijkt me nog een hele zin als mensen u vragen, wat doet u? Ik ben de werkplaatschef en wij restaureren dus historische voertuigen. Waarvan er dus een
twintigtal hebben. Ja. Allemaal rijdend. Allemaal rijdend, omdat u ze gerestaureerd heeft ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. En ik bedoelde eigenlijk... En tanks. Maar, kijk, als je iemand vraagt wat ben je, en dan zegt die postbode, dan ben je uitgepraat. Maar als je u vraagt wat bent u, dan ben je wel even onderweg. Ja, zeker. Gelukkig maar, want u bent dus hoofd van de restauratie van de oude legervoertuigen van het Nederlands Cavalerie Museum op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Ja, klopt. Nou is mijn vraag, mede namens Remco en groep 26 van het Roncalli te Berg op Zoom. Zouden zij op enig moment een tank van u mogen gebruiken voor een geheel beschaafde videoclip over een arm meisje en de oorlog? Dat kan, ja. Dat heb ik al toegezegd. Ja, aan mij, maar niet aan hem. Ja. Ja. Maar goed, nu weet Remco dat ook. Remco? Ja? Meneer Kelder, die zegt zojuist toe aan mij en nu ook aan jou. Ja. Dat jullie mogen een tank gebruiken. Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. En waar gaan we dat doen, meneer Kelder? Dat moet gebeuren op de Bernhardkazerne. Remco? Ja? Jij gaat met groep 26 in een hele grote bus naar Amersfoort. Oké. En regel het even met die muziekleraar. Ja, zou ik doen. En wanneer zullen we dat doen, meneer Kelder? Wanneer zou het uitkomen? Laat ik het dan even zo zeggen. Nou, dat maakt mij in feite niets uit. Dat kan van maandag tot en met vrijdag. Remco? Ja? Het kan met maandag tot en met vrijdag. Dus eigenlijk altijd, behalve in het weekend. Oké. Dat gaat lukken, hè? Ja. Heb je ook nog een mooie vrije dag? Mag jij lekker van Berg op Zoom naar Amersfoort, na afloop even naar die kei kijken? Moet je eens kijken? Ja. Mooi, man. Maar nu gaat het erom, wat voor een datum prikken wij? Wij gaan zo een datum prikken. Ja. Remco? Ja? Jij gaat zo even in keiharde onderhandeling met meneer Kelder over het wanneer. Ja. Onze voorkeur, en heb ik het over mijzelf, is een keer op een vrijdag, want dan kunnen we namelijk zowel de busreis als het feitelijke filmen van de clip live meenemen, leuk als anders. Oh, oké. Okay. Maar dat doen we even buiten uitzending, overleggen we even en dan hoor ik straks wanneer het precies gaat worden. Oké. Okay. Meneer Kelder? Ja? Een deel van groep 26 onder leiding van Remco komt naar u toe. En hoeveel jongelui zijn dat? Dat ga ik nu vragen. Hoeveel jongelui zijn dat, Remco? Even kijken hoor. We hebben twee cameramensen. Ja. Een floormanager. Een hoofdmanager. Dit is goddomme 13 jaar oud. Het heeft twee cameramensen en een floormanager. Ik heb niet eens een werkster, weet je wel. Ga gewoon door hoor. Even kijken hoor. Ik erbij. Ja, dat is, jij moet een beetje zelf beginnen, ja. Dus dan zit je op 5, zit je op 7. Acteurs ook nog? Ja, zijn er 3. Klein meisje, 7, zit je op 10. Ongeveer 15 maximaal, meneer Kelder. Oké, ja. Remco? Ja? Dit gaat lukken. Oké. Spreek even af met meneer Kelder wat, waar en hoe. Oké. Ik ga dat zo in de uitzending roepen, want dan weten we wanneer we dat live gaan meenemen. En meneer Kelder, hartelijk dank. Ja, tuurlijk. En zij komen naar u toe en we gaan dat live meemaken als we zijn uitgeproefd, gesmaakt, gegeurd en gelikt. Oké. Bedankt. Graag gedaan. Hey Remco, succes. Ja, bedankt. Bye. Houdoe.